Twee basisdebutanten bij Jong Oranje, Jasper Schendelaar, de keeper van PEC Zwolle onder de lat, en Dirk Proper van NEC op het middenveld. Dit was een kans voor Vitesse aanvallen, Milion Manhoef. Het is aantrekkelijk in het eerste kwartier. En ook Tsjechië wordt zo nu en dan gevaarlijk, zoals hier. De bal gaat weliswaar voorlangs, maar de scheidsrechter fluit omdat hij een overtreding ziet van Manhoef. En dan geeft hij een strafschop. Zwaar bestraft, maar het is niet anders. Schendelaar dus onder de lat en die pakt deze bal. Zoals Gorter, Jay Gorter, een penalty stopte afgelopen week tegen Jong Noorwegen. Zo pakt Schendelaar deze penalty heel knap tegen Jong Tsjechië. Dan Jong Oranje. Met Dallinga en Zirkzee voorop. Hier lijkt de scheidsrechter te gaan fluiten voor een overtreding op Wouter Burger. Maar de bal gaat erin en dan is het een goal. Een doelpunt van Milion Manhoef. De pijn bij Burger, overeind geholpen door Dirk Proper. Beetje een merkwaardige situatie zo met de scheidsrechter. Maar het doelpunt staat van Manhoef. En dus staat de ploeg van Erwin van der Looy met 1-0 voor. Volgende kans in de blessuretijd van de eerste helft is voor verdediger Shirandy Sambo. Bijna is het daar 0-2. Van Kaam. Als er ruim een uur gespeeld is, hier gaat Salah Eddin. De linksback opgestoomd, maar hij laat de kans op 0-2 liggen. Echt een hele grote kans na een schitterende paas van Van Kaam. Zirkzee dan. Zirkzee, maar zijn schot is uiteindelijk niet overtuigend. Zirkzee die even later geblesseerd zou uitvallen. De Tsjechen dan. Balverlies van Wouter Burger. En hier is het doelpunt van Václav Sajk. Nu is Schendelaar wel gezien. Burger afgetroefd. En hier in het strafschopgebied nog een keer voorbij gespeeld. 1-1 in Spanje. En dan komt er nog een doelpunt voor de Tsjechen. Maar dat doelpunt, het fluitje klinkt, wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Maar buitenspel is het in de verste verte niet voor de Tsjechen. Een mazzeltje dus voor Jong Oranje. Dat zelf ook nog wel een kans krijgt om te scoren. Want hier is invaller Sidney van Hooijdonk voor het doel. Klein duwtje, maar zijn kopbal gaat net naast. Serieuze kans natuurlijk voor de aanvallen van Heerenveen. Schendelaar moet diep in de extra tijd nog een keer aan de bak. En laat dan toch zien wat hij in huis heeft. Hij voorkomt een nederlaag. En zo speelt Jong Oranje met 1-1 gelijk tegen Jong Tsjechië.